Dat heb ik jullie allemaal met plastic zakken zien lopen. Supporter van Schoon. Hoe kwam dat zo? Nou, dat kwam eigenlijk door een jochie, Ruben Slaat, hier op de Schelvors. Die is een beetje bevangen geraakt door alle vieze troep die overal ligt. En die is eigenhandig, loopt hij zijn buurtje rond om vuilnis te rapen. Hoe oud is de jongen? Die jongen is 6 jaar. Nou, en wij vonden dan als wijkcommissie vonden we dat zo knap. Ik zei, nou, daar moeten we wat mee doen. En gezien ook dat wij dan wel vrij actief zijn, ook met de vuilnis en met het milieuplein hier dat het ook allemaal niet goed gaat, daar zijn we heel erg mee bezig. Was dit een mooie gelegenheid om hier iets mee te doen? En toen hebben we gezegd van, de wijkcommissie heeft één keer in de maand een vergadering. En we gaan een uur voor de vergadering, gaan we met de hele wijkcommissie, gaan wij straatvuil opruimen. En we zijn dus min of meer geïnspireerd door Ruben. We zijn naar hem toe geweest en er is een leuk interview van gemaakt. Hij heeft een leuk cadeautje van ons gekregen en hij is er nu vanavond, is hij er ook bij. Hij is dol enthousiast en zijn moeder is erbij. En er is een behoorlijke opkomst geweest. En we zijn dat van plan om dat eenmaal per maand te doen. De gemeente die heeft alle toestemming gegeven. We hebben ook voor alle attributen en voorzieningen die ervoor zijn. Ook het afvoer van de vuilnis is geregeld. Dus ik denk dat we hier een leuke geste hebben gedaan naar de wijk toe. En ik zeg van, als er op die avond mensen zijn die zeggen van, nou, ik vind dat ook heel belangrijk. Laat ze 's avonds komen. Het komt altijd in de krant te staan wanneer het is. Het komt in Almeloos Weekblad te staan wanneer het is. En kom ons helpen. Je doet er niemand kwaad mee. Je houdt er een mooie schone wijk aan over.